Jong mensen van Just Theory en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je een SSD moet klaarzetten voor je cachegeheugen en voor je projecten. Ik zie jullie zometeen na de intro. Tot zometeen. Kiss voor je. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Instant Gaming. Play smart, pay less. Ja, zoals ik al zei in het begin van de video, ik ga het vandaag hebben over vooral editing en hoe je je cachegeheugen moet instellen in bepaalde programma's. Nou, zoals je ziet, ik heb hier een externe SSD en een interne SSD. Ik ga het vandaag over beide hebben. Voor mijn geval op mijn PC is het zo, ik heb een interne SSD, dus heel veel dingen voor mij is intern. Maar heb je nou niet een externe SSD? Dan is deze tutorial ook helemaal geschikt voor jou en ik ga alles precies uitleggen. Dus laten we snel beginnen. Je begint natuurlijk, je hebt je C-schijf, je schijf waar Windows of macOS op staat, in mijn geval Windows. Windows 10 staat bij mij op de C-schijf. En dat wil zeggen dat mijn systeem op mijn SSD, mijn 1 terabyte SSD, staat als hoofdsysteem. En al mijn programma's staan hier ook op. Normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een laptop koopt of een PC koopt of bouwt, dan heb je meestal een aparte harde schijf. Meestal is het een harde schijf, voor heel veel mensen is het geen SSD. Maar voor video editing en voor 3D en alles is het wel even handig om een SSD'tje aan te schaffen. Een extra SSD. En dan denk je van, in waar de fuck ga ik die SSD wel gebruiken? Nou, die SSD ga je gebruiken voor heel veel dingen. Een SSD zorgt ervoor dat je zwaardere videobeelden kan draaien. En ook gewoon dat projecten makkelijker lopen, dat dingen gewoon allemaal snel lopen. Dus wat ik altijd doe, is ik probeer systemen en programma's en projecten en cachegeheugen en previewgeheugen allemaal apart te houden. Dit houdt in dat jij je previewgeheugen en je cachegeheugen op een aparte schijf hebt dan je systeemschijf. In mijn geval is dit mijn J-schijf en op mijn laptop geval is dat mijn J-schijf, dus mijn externe schijf. Dit is een Samsung T5, 1 terabyte, dus die kun je nu bij Mediamarkt voor 120 euro kopen. Het is niet super duur voor een externe SSD en dan krijg je toch wel hele snelle snelheden. En dat is gewoon lekker voor video editing en alles. Dus hoe ik ga laten zien hoe ik het op mijn externe SSD doe, want daar staan al mijn projecten op. Mijn huidige werkprojecten, dat is nu niks. Maar zodra het schooljaar weer gaat beginnen, dan komen daar wel huidige projecten op te staan waar ik aan werk. En die komen allemaal op de SSD te staan, dat ik zowel op mijn PC op een SSD kan werken als op mijn laptop. Dus dat is lekker makkelijk en efficiënt en snel. Nou, hoe ik het ingesteld heb, is ik open mijn SSD. En je ziet hier al een aantal mapjes staan. Denk je van, joh, what the fuck is dit? Nou, ik heb een mapje Adobe cachegeheugen. Dit is gewoon een setting die je in al je Adobe programma's, zoals in Photoshop of in Premiere of in After Effects, kan aanzetten. Waar jouw cachegeheugen. Ik laat straks op het einde van de video zien hoe je dit aan moet passen. Om je cachegeheugen ook daadwerkelijk in te stellen op Premiere, After Effects en Photoshop. Omdat dat de drie bekendste programma's zijn. Adobe Previews is specifiek voor Adobe Premiere Pro. Elk project heeft ook zijn previews en zijn audio en video previews. Zorg dat je die ook opslaat op een aparte folder dan de projectfolder zelf, maar gewoon op een apart mapje, zoals bij mij op een SSD, dat je previews en ook allemaal sneller renderen. Dus dan is je CPU niet zo bottlenecked of je GPU. Dan kun je gewoon makkelijker en sneller door de snelheid van een SSD renderen. Nou, AI-temp is van Illustrator. Maar als je een Photoshop project maakt, komt die hieronder ook bij te staan. Dan zie je mijn Blender cachegeheugen. Dus als ik in Blender werk, dan wordt mijn cachegeheugen van Blender ook hier opgeslagen. En onderaan zie je huidige projecten. Zoals ik al zei, hier staat niks in. Alleen mijn mappenstructuur template. Dus gewoon even een lekker georganiseerde zooi, zoals ik het noem. Hier gooi ik alle zooi in die ik nodig heb om te editen en eigenlijk allemaal projecten te maken. Dus ook elke YouTube video heeft zo'n mappenstructuur bij mij om het lekker georganiseerd te houden en lekker makkelijk. Dus ja,
Dus dit is eigenlijk hoe je je SSD moet opbouwen. Nou heb ik mijn interne SSD, dat is natuurlijk veel sneller. Dus op mijn PC wordt al mijn cachegeheugen, mijn previewgeheugen op mijn interne. Die ziet er zo uit. Natuurlijk zie je er ook games staan. Nou, omdat het een interne SSD staan, daar staan er ook, zet er ook een gamepje op. Dus, maar dat maakt niet uit, want zoveel doe ik momenteel niet. Maar als ik ruimte nodig heb, dan gooi ik die game er gewoon vanaf. En dan gaat het lekker makkelijk. Dus je ziet ook gewoon alles. Dezelfde mappenstructuur, behalve projecten, omdat die natuurlijk wel hierop komen te staan. Maar voor mijn laptop heeft een 256 GB SSD en een 1 TB HDD. Nou, op een HDD wil ik niet gaan editen. Op zich gaat het wel, maar zodra je 4K begint te editen, dan wordt het toch heel zwaar. Dus dat is niet de bedoeling. Dus daarom doe ik het ook op een SSD. Dan ga ik jullie even laten zien hoe je dit moet instellen in Premiere, After Effects en Photoshop. En dan hoop ik dat jullie dit allemaal gefixt hebben. Dus tot zometeen. Ja mensen, we zien hier Premiere Pro. Dit is hoe Premiere de Pro er normaal uitziet. Voor mij werkt dit helemaal prima. Dus wat je doet is, als ik in de settings alleen wil zitten, dan laat ik deze even staan. Dan druk je op Edit en dan ga je naar Preferences. En dan zie je al hier staan Media Cache. Daar klik je op, dan duurt het heel even voordat die komt en dan hier staat. Nou, in dit geval staat er bij mij geen Adobe Cache. Dus in dit geval, omdat het natuurlijk Adobe zijn meerdere programma's en meerdere cachegeheugen. Dus maak gewoon Adobe Cache, maak niet Premiere, After Effects. Maak gewoon één folder met Adobe Cache, het maakt het makkelijker. Ik heb hem ook staan dat alles, dat het 30 gig mag gebruiken. Dus je kan ook zeggen, do not delete cache files automatically. Dat kan natuurlijk ook. Dat is meestal ook te melden. Ik vind dit makkelijker dan verwijdert hij na 30 gig de oude. Verwijder die. Dus dat vind ik zelf wat makkelijker. Dus als je dit wil aanpassen, dan kun je gewoon op browse. En zorg je gewoon, in dit geval als jij een externe SSD hebt, dan klik je gewoon op die externe SSD. En dan selecteer je gewoon die Adobe cache folder. In dit geval is het bij mij mijn interne schijf. Dus dan selecteer ik mijn SSD intern. En dan mijn Adobe Cache folder, select folder. En dan heb je dat gedaan. Ik zou hier persoonlijk niet op klikken, want dan krijg je allemaal extra bestanden. Ik krijg er een stronthekel van. De database staat bij mij hier ook zo. Dus dat is heel makkelijk. Nou hebben jullie natuurlijk de vorige keer, zagen jullie bij mij die Adobe Preview staan net. Dus die ga ik ook even laten zien hoe je die maakt. Nou, als jij een nieuw project maakt en je drukt op nieuw project, dan staat er hier Scratch Disks. Nou, daar klik je dan op. Dus dit selecteer je gewoon even je location waar je projecten opslaat. En dan in dit geval zou je hier de SSD van moeten maken. Maar omdat dit mijn standaard folder is voor projecten die ik gewoon even wil testen, staat dat hier op. Maar Scratch Disks, hier zit al video previews en audio previews. Zorg dat je die twee op custom hebt. En dan zorg gewoon dat je op browse klikt op je SSD en dan op Adobe Previews en dan select folder. De rest allemaal same as project, maar zorg gewoon dat je audio previews en video previews, dat je die allemaal netjes hebt open. Dat je die makkelijk, dat je die kan aanpassen. Ik laat even zien hoe je dit moet doen als je een bestaand project hebt. Dit is mijn testproject. Hier doe ik niks in. Volgens mij staat hier inderdaad ook helemaal niks in. Dit is een blank. Stel je bent aan het editen, je hebt je tijdlijn hier natuurlijk. Je drukt dan ook gewoon op edit. Of nee, sorry, file edit, op file klik je dan en dan op project settings en dan kun je op scratch disks klikken, scratch disks en dan kun je hetzelfde aanpassen. Zorg gewoon dat je dat doet als je nu momenteel bezig bent en je hebt net een SSD extern gekocht of zorg dat je dat even snel aanpast. Start Premiere ook even gelijk nieuw op, opnieuw als je dat aan hebt gepast en dan komt het helemaal goed, dan heb je nergens last van. Dus ik ga jullie even laten zien hoe je dit in After Effects doet, dus tot zometeen. Yo mensen! Hier zijn we dan bij After Effects. Dus ja, je ziet After Effects. Nou, je ziet dat ik nu op Edit kan klikken. Nou, dat is een Premiere, dus dit kun je gewoon wegklikken. En dan staan al je settings, je effecten en alles. Staan hier gewoon. Nou, je drukt gewoon weer op Edit. Preferences. En dan zat er in dit geval Media en Disk Cache. Het is een beetje op elk programma iets anders. En wat je dan doet is gewoon je disk size. Zeker op 30 heb ik dan gezet. Je kunt ook op empty klikken. Dus als je eenmaal ziet van mijn schijf zit vol, dan gooi je hem gewoon leeg. En dan als je bijvoorbeeld heel veel projecten al hebt gedaan en je hebt bijvoorbeeld vakanties zoals mij, dan klik je gewoon op empty. Maak die alles leeg, want dat heb je toch niet meer nodig. Hier zie je het ook, geen Adobe Cache, dus choose folder en dan staat er ook bij mij gewoon Adobe Cache, dus select folder. In After Effects heb je geen video en audio previews, dus dat zie je ook hier. Dat is gewoon allemaal andere dingen en zo en gam en alles. Dus. Maar hier moet je zijn, zorg dat je database en cache, dat heb ik allemaal ook gewoon op dezelfde folder staan, dat allemaal net wat makkelijker is om op te slaan en dat alles ook lekker soepel loopt. Dus dit is hoe je dit doet in After Effects. Laten we door naar het laatste programma. En dat is Adobe Photoshop. Dus tot zometeen. Zo, hier zijn we dan. Laatste programma, Adobe Photoshop.
Dus nou, in Adobe Photoshop gewoon weer edit. En dan kun je naar preferences en dan staat er gewoon scratch disks, wat simpeler is. Alleen in Photoshop kun je niet echt specifiek een folder kiezen. Je kunt alleen een drive kiezen. Nou, in dit geval alleen G. Dus kijk ook even goed naar de benaming. Dus naar G of naar J of F of C of D. En dan selecteer je gewoon je SSD. Omdat het een interne SSD bij mij is, doet hij dit gewoon automatisch. Maar doe je het extern, zou ik eerst je externe schijf in je PC doen en dan pas Photoshop opstarten. Want dan pakt hij ook daadwerkelijk je SSD. Je kunt hem ook in een volgorde zetten. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, doe dit maar als tweede. Doe C maar als derde keuze. Je kunt ze niet weghalen, dus je kunt niet recht van muisknop zeggen en haal maar weg. Ik doe het meestal op deze volgorde. Op rare manieren, als ik hem update, dan reset hij mijn volgorde. Dus ik doe altijd G, J als extern, C als het echt nodig is. En als dat echt niet meer kan, dan heb ik een 4 terabyte harddisk. Die zijn allemaal, mijn F en D schijf zijn allebei HDD's, dus gewoon normale hard drives. Maar die zijn wel 7200 RPM. Dus, en hoe je dat kan checken, dat laat ik je ook zo meteen zien. Als jij een harddrive hebt, je hebt geen SSD, je hebt ook geen geld om een externe SSD. Hoe kan jij checken hoe snel jouw harddrive is? Dus dit is hoe je doet in Photoshop. Gewoon alleen op een vakje klikken. En als je waarschijnlijk nou ook ziet, Adobe G, dan zie je ook een folder. Die is 3.12 gigabyte. Dat komt omdat deze schijf gewoon best groot is. Hij maakt gewoon aan de hand van je schijf een tempfile. Volgens mij is die meestal 3 gigabyte. Dus hier zie je ook 3 gigabyte. En als ik Photoshop afsluit, dan is die ook gewoon weg. Dus ik zie jullie zo meteen. Dan laat ik je even zien hoe je kan zien hoe snel je hard drive is. Ja mensen, hier ben ik weer. En zoals je kan zien, de file van Photoshop is weg. Hij zit ook niet in mijn recycle bin. Dus hij gaat gewoon weg zodra je Photoshop afsluit. Daarom zorg gewoon dat op een SSD loopt, dan loopt Photoshop net wat sneller en dan heb je net meer wat profijt van. Dus kun je net wat zwaardere documenten aan dan normaal. Nou, hoe check jij of... Ik heb een programmaatje genaamd Crystal Disk Mark. Als je toevallig je PC zelf hebt gebouwd, Crystal Disk Info, sorry. Als je je PC zelf hebt gebouwd, dan kun je daar meestal voor zoeken. Dan kun je meestal naar een hard drive de rotation rate zoeken. En als je echt op video editing, maar ook voor gaming trouwens, is een rotation rate van 7200 RPM wel aan te raden. Het is makkelijk als je 7200 RPM hebt. Dat noem je eigenlijk een SSHD, dus het is geen SSD. Het is wel nog steeds een HDD, maar die is net wat sneller dan normaal. Dus ja, dus dan kun je makkelijk, dan loopt hij toch wat sneller. Dus hij is nog niet, bijvoorbeeld als ik op G klik, een bijvoorbeeld deze of de C-schijf, dit is ook een SSD. Je ziet ook, SSD's hebben geen rotation rate, het is gewoon een SSD. Dus daarom, vandaar dat die altijd goed lopen. Dus inderdaad, zorg dat je 7200 RPM hebt en dan kun je heel fijn editen en ook heel goed gamen. Dus mensen, vond je een leuke video en een fijne tutorial? Doe een like, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Redux Gaming. Gebruik de code JustJordy voor 2% korting op al je bestellingen.